net december 125 jaar CNV vakmensen meegemaakt. Op 1 januari begonnen als voorzitter van het CNV. Wat is je grootste uitdaging voor de komende jaren? Nou, ik heb een aantal uitdagingen. Een van de uitdagingen is dat ik eigenlijk de vakbeweging wil teruggeven aan waar die hoort bij de leden. Dus dat we weer meer op de werkvloer zijn. Dat we weer meer in de haarvaten van de samenleving gaan zitten. Dat we weer ophalen in plaats van alleen maar zenden. Dat is een belangrijke uitdaging. Ja, en het zou mij wat waard zijn dat we ook antwoorden weten te geven op de problematiek van vandaag. Bijvoorbeeld rondom de arbeidsmarkt, rondom oneerlijkheid op de arbeidsmarkt, rondom zaken als arbeidsmigratie, pensioen. Maar met name de arbeidsmarkt is denk ik wel een heel belangrijk issue. De integrale arbeidsmarkt, wat gebeurt daar nou feitelijk op die arbeidsmarkt? Hoe hebben we die nu al georganiseerd? Wat zijn de gekkigheden op die arbeidsmarkt? Noem eens die gekkigheden. Nou, er is een soort race naar beneden. Dat is de prijs van arbeid, waarbij we inmiddels meer dan 20 flexconstructies hebben. Waarbij we zien dat heel veel mensen dubbele banen moeten hebben om hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat we zien dat mensen hetzelfde werk doen, maar op een verschillende manier. De een met een contract en de ander in een vorm van zelfstandigheid. ZZP en flex. ZZP, ja. Schijnzelfstandigheid, flexconstructies. Nou, ik denk dat we eraan toe zijn in dit land om weer een aantal dingen goed te gaan reguleren. En dat we ook weer meer naar evenwichtigheid op die arbeidsmarkt gaan. Maar kan dat überhaupt nog? Is het al niet zo ver uit elkaar gegroeid dat het een feit is? Jongeren die kiezen voor flex, ZZP'ers die kiezen voor ZZP'erschap. Ja, ik ben een heel optimistisch mens. Ik denk dat mensen dingen kunnen veranderen. Dus wij kunnen dat ook. En we zijn doorgeschoten. Nederland is Europees kampioen flex. Dat is heel bijzonder. We zijn het meest flexibele land van Europa. Ik vind dat niet iets om trots op te zijn. En ik vraag me af of het altijd bewuste keuzes zijn. Of jongeren wel altijd bewust keuzes maken voor flex. En of mensen wel bewust keuzes maken voor zelfstandigheid. Ik denk dat dat lang niet altijd het geval is. En dat we ook systemen hebben georganiseerd waarbij mensen ook bijna geen alternatief hebben. En we hebben een aantal gekke prikkels ingebouwd. Ik blijf het heel vreemd vinden dat het aantrekkelijker is in financiën en in keuzevrijheid om een zelfstandige ober te zijn. En dat schijnt interessanter te zijn dan ober in loondienst met een cao. En voor wie is het interessanter eigenlijk? Nou, voor de werkgever en voor de werknemer? Het is voor beide interessanter. En dat is het gekke van het systeem. Okay. Wij geven fiscaliteit, een fiscale aftrek. En daarmee is het onderaan de streep, heeft de ZZP'er die ober is op een terras, houdt onderaan de streep meer over dan degene die in loondienst is en een cao heeft. En dat heeft te maken met fiscaliteit. Dus iedereen ZZP'er, dan verdienen ze meer? Dat zou je bijna denken. Ja. Ja, maar dat is niet de oplossing. We moeten terug naar het gewone. We moeten stoppen met het sponsoren van mensen die geen ZZP'er zijn. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk geeft de overheid een vorm van loonkostensubsidie. En voor mijn gevoel, als je een ondernemer bent, zelfstandig ondernemer, en daar ben ik helemaal niet tegen, dan heb je een investeringsaftrek. Dan doe je dat 3 jaar of 2 jaar. Maar dat geef je niet levenslang iemand een fiscale aftrek. Want dat is een vorm van oneerlijke arbeidsconcurrentie. Maar je zegt dat het woord oneerlijk valt. Hè? Bedoel, daar zocht ik ook een beetje naar. Want je kan natuurlijk alles vinden van economische grootheden, of je meer of minder verdient, of dat het te weinig of te veel is. Maar ergens, dat zei ik in het begin, zit er een stukje oneerlijkheid in. Wat is dan voor jou eerlijk of oneerlijk? Nou, kijk, het klinkt heel ouderwets, maar ik ben heel erg voor het thema rechtvaardigheid. Het moet rechtvaardig zijn, het moet eerlijk zijn. En je moet mensen niet en ook systemen niet zo organiseren dat het oneerlijk georganiseerd is en dat er niet sprake is van gelijke kansen. En dat je op basis van prijs elkaar feitelijk beconcurreert. Die twee obers die beconcurreren elkaar op prijs. En die doen exact hetzelfde werk. Ja, maar is dat niet altijd zo? Dat als jij naar Albert Heijn gaat of naar de Lidl of naar de Jumbo, dat je kijkt van welke prijs is er? Wat betaal ik? Wat vind ik het waard? Ja, maar dan heeft het ook wel te maken met in wat voor wereld wil je wonen en in wat voor wereld wil je werken. En hoe vul je het begrip waarde in? Als je het een beetje rechtvaardig doet, dan probeer je dat je dat ook doet tegen eerlijke omstandigheden. Hoe kijk jij vanuit CNV bij uitstek, vanuit een moreel kompas, denkend en kijkend, hoe kijk jij naar die wereld dan van één Europa?
Als je kijkt naar Europa, ik ben een groot voorstander van dat wij in Europa ook proberen te komen tot een gelijk speelveld. En dat wij ook komen tot gelijke omstandigheden. Nou, dat is op dit moment zeker niet het geval. We gaan in ieder geval de wedstrijd niet winnen door de muren weer op te trekken en de grenzen dicht te doen en allemaal weer beschermingsmaatregelen. Daarmee gaan we het internationaal niet redden. En je hoort dat geluid natuurlijk wel steeds meer, hè, van laten we datgene wat we hebben maar beschermen. Maar je moet er wel voor zorgen dat het speelveld gelijk is. En het moet niet zo zijn dat je met allemaal mooie constructies heel goedkoop hier buitenlandse werknemers naartoe kunt halen die je eigen werknemers concurreren. Nou, het mooiste voorbeeld vind ik altijd de vrachtwagenchauffeurs. We zien inmiddels in Nederland meer witte kentekenplaten dan gele kentekenplaten. En dat heeft alles te maken met Oekraïne-constructies of Filipijnen-constructies of nog ingewikkelder constructies. Ja, dan is het speelveld niet oké. Maar ik ben voor een open Europa en een Europa met gelijke kansen, maar ook met een gelijk speelveld. Ja, en het maffe is natuurlijk dat die mensen uit Oekraïne of Oost-Europa het fantastisch vinden dat ze hier meer kunnen verdienen dan wat ze thuis kunnen verdienen. Dus ja, dat is de oude discussie van ja, waarom gun je ze dat niet en wat zouden ze dan hier, waarom zouden ze hier niet mogen komen? Maar je kunt het die mensen niet kwalijk nemen. Ja, precies. Je kunt het ZZP'ers niet kwalijk nemen, je kunt het mensen uit Oekraïne niet kwalijk nemen. Iedereen probeert een inkomen te genereren. Wie het kwalijk moet nemen, dat zijn de systemen en de politici en de mensen die systemen maken. De mensen die in het systeem werken, die moet je daar niet op afrekenen. Oké. Zijn de drie grote vraagstukken in de wereld die eraan komen, ook in Europa, dat is de digitalisering, dat is de demografie, dat is de volksverhuizing, ook vanuit Afrika naar Nederland, naar Europa, en dat is het klimaat. Wat is het belangrijkste voor jou? Welk punt? Ja, het zijn drie hele grote vraagstukken. Ze hebben ook allemaal iets met transitie in zich. Klimaat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk geworden. Ik denk dat we een zware verantwoordelijkheid hebben, deze generaties, om de planeet door te geven aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Daar moeten we zuinig op zijn. Daar hebben we de afgelopen jaren misschien heel veel in laten liggen. Aspecten als arbeidsmigratie, Afrika. Nog even terug naar klimaat. Hè. Wat gaat CNV daarmee doen? Gaan we in plaats van landsverhogingen iedereen een zonnepaneel geven? Wij hebben als CNV het klimaatakkoord uiteraard ondertekend. Mm-hmm. Dat betekent dat we ook de komende tijd op heel veel regionale tafels ons mee gaan bemoeien van en wat betekent dat nou voor mensen? En dan doen we dat vanuit onze positie al heel snel van wat betekent dat nou naar koopkracht? Maar wat betekent dat ook naar hoe ga je ermee om als het gaat over de arbeidsmarkt? Op het moment dat wij het autopark elektrisch maken, dan heeft dat een gigantische impact op garages, op de BOVAG. Ja. 80.000 mensen. Hoe zorgen wij ervoor dat die mensen in die transitie van A naar B kunnen komen? Dat mensen ook weer aan het werk blijven. Dat heeft ook wel een beetje te maken met die robotisering. Hoe begeleiden we dat op een goede manier? Maar hoe zorgen we er ook voor dat het niet iets is wat alleen de elite aangaat, maar ook dat Jan Modaal, dat hij ook die zonnepanelen kan betalen. Dat hij ook een warmtepomp kan investeren. Ja, daarom zei ik. Ik bedoel, in plaats van 2 of 3% loonsverhoging, iedereen een zonnepaneel erbij. Dat levert je veel klimaatvoordeel op. Dat levert energie op en dat levert ook geld op voor iedereen. Ik weet niet of we materieel moeten afrekenen in zonnepanelen. Maar we zouden wel kunnen zeggen van zorg ervoor dat mensen in ieder geval koopkracht hebben om het zonnepaneel aan te schaffen. Want ja, hoe je het went of keert, we staan wel voor een gigantische uitdaging dat iedereen zal een tandje bij moeten zetten. Eén groot vraagstuk nog, hè? Pensioenen. Afgelopen jaar gehad, loopt nog steeds. Pensioenfondsen en lage rente. Kunnen we de pensioenfondsen niet tot hogere rente laten rekenen als ze volop investeren in een duurzaam Nederland, een duurzaam Europa? Gewoon een beetje per bedrijfstak, per pensioenfonds. Nou, we zijn op dit moment heel druk bezig, hè, om in de stuurgroepen het pensioenakkoord uit te werken. Nou, ook daar ben ik hoopvol. Ik verwacht eigenlijk voor de zomer dat daar toch stappen gezet worden dat meer uitzicht hebben op indexering, zowel voor werkenden als voor gepensioneerden. Ja, en die verduurzaming van pensioenen, pensioenfondsen zijn daar heel druk mee bezig. Is een groot issue. En je ziet ook dat mensen daarin andere keuzes maken. Fondsen maken ook andere keuzes. Er wordt minder geïnvesteerd in kolen, er wordt minder geïnvesteerd in traditionele sectoren. Het zou ons een lief ding waard zijn dat we ook naar een duurzaam pensioensysteem kunnen blijven investeren. Want ja, we hebben tenslotte het mooiste systeem van de wereld. Ja, ik zeg het omdat er gezegd wordt, hou de rente laag. Of de rente is laag.
Want daarmee voorkom je dat je te veel indexeert voor de oudere mensen nu. En daarmee zorg je dat voor de toekomst er toekomst is voor jongeren. Maar wellicht is de combinatie te maken van nog meer investeren in de toekomst en duurzaamheid. Want daar werk je ook mee aan de toekomst voor jongeren. Ja, ja, maar ik ben, ben altijd heel huiverig om groepen mensen tegen elkaar weg te zetten. Mm-hmm. Ik vind dat we naar solidaire systemen toe moeten. We moeten jongeren niet tegen ouderen uitspelen of ouderen tegen jongeren of rijk tegen arm of man tegen vrouw. Ik geloof heel erg in solidaire systemen. En we moeten ook naar een pensioensysteem wat solidair is. En als het goed is voor jongeren, dan moet het ook goed zijn voor gepensioneerden en andersom. Jij kwam vorig jaar het nieuws met... ik vind 30 uur werken vind ik lang genoeg. En niet voor jouzelf, want als voorzitter CNV lukt je dat toch niet. Maar dat was wel een oproep. Heeft dat ook te maken, wat je net al een beetje zei, met die digitalisering, met die robotisering, voorsorteren voordat je weer... Nou, die oproep is met name ingegeven vanuit het feit dat we steeds meer in een squeeze terechtkomen van hoe gaan we nu om met de combinatie werk, privé en zorg. We zien een gigantische toename in burn-out klachten in het land. We zien het ziekteverzuim op heel veel plekken hoog zijn. We zien de werkstress heel hoog zijn. Ik hoorde net voor het nieuws dat in het openbaar vervoer 60% van de werknemers leidt onder een grote mate van werkstress. Dus het is met name ingegeven van hoe kunnen we beter komen tot een betere verhouding werk, privé en zorg. En dat betekent dat we, als we man en vrouw allebei 30 uur werken, dan werken we nog steeds 60 uur. Dat betekent met name overigens voor heel veel mannen dat ze een stapje terug doen. En misschien vrouwen wel een stapje vooruit. Dat zou ook wel goed zijn in die eerlijke verdeling. Maar het is niet alleen maar welvaart waar we naar moeten kijken. We moeten met name ook heel erg kijken naar de welzijnscomponent. Ik vond het ook heel verrassend dat in Finland de nieuwe minister-president daar zegt van goh, misschien moeten we eens nadenken zelfs over 24 uur. Het zegt iets over dat werken belangrijk is en economische groei belangrijk is, maar combinatie werk, privé, zorg. We krijgen natuurlijk allemaal met mantelzorg te maken. We krijgen allemaal te maken met de worsteling. Hoe zorg ik ervoor dat het ook allemaal een beetje plezierig blijft en dat het oké blijft? En ik denk dat is de belangrijkste reden geweest. Tuurlijk, en de lastigste vraag erbij is altijd, oké, wie gaat dat dan financieren? Hè? Bedoel, want je kan zeggen, de mannen wat minder. Maar diezelfde mannen waar we net over hadden aan de onderkant, ja, die gaan niet minder werken. Want die ober die zit al met zo'n lage salaris. Is dat niet een elitaire discussie dan? Of, nee, het is geen elitaire discussie. Kijk, wij zijn ooit van 48 uur naar 40 uur gegaan. En toen naar 38 en in heel veel plekken naar 36. Achmea die nu naar 34 uur gaat. Dat is allemaal met behoud van salaris gebeurd. Dat gebeurt deels uit cao-onderhandelingen, deels uit de loonruimte. En we moeten niet onderschatten hoeveel winst je kunt halen uit maatschappelijke kosten, ziekteverzuim, minder burn-outs. En ik geloof er niet in dat op vrijdagmiddag op het 8e uur iedereen even productief is. Mm-hmm. Dus ook de productiviteit is in kortere dagen. Ook daarin kun je wel winst halen. En kijkt het CNV dan behalve naar arbeidsstress ook naar leefstress? Dat zijn natuurlijk beide. Hè? Bedoel, je zegt het ook, werk en privé. Hè? Bedoel, er zit ook enorm privéstress in het leven. Dat is, kijk je er ook naar? Zeg je van, hé, wij zijn een vakbond voor een vak, voor dat gedeelte? Of? Nou ja, ons primaire domein is natuurlijk werk, inkomen. Mm-hmm. Maar natuurlijk kijken we wel verder. Het is de combinatie werk, privé en zorg. Bewust die driehoek, werk, privé en zorg. En we zien met name steeds meer jonge mensen worstelen met die combinatie. Er wordt veel van je in het werk gevraagd. Werkstress is groot. Maar er wordt ook veel in de privéomgeving gevraagd. En zorgtaken worden steeds meer ook van het domein van de overheid ook voor een deel neergelegd bij burgers zelf. Kijk naar mantelzorg. Mm-hmm. En in die combinatie zoeken we het heel, heel sterk dat je daarmee iets doet. Door te zeggen van nou, kijk nou eens of je ook wat minder uren zou kunnen maken. Ik blijf het spannend vinden, maar desalniettemin een goed idee om de discussie aan te zwengelen, denk ik. Van kijk naar wat je doet en accepteer niet alles wat je altijd al gedaan hebt. Dus kijk ook hoe het anders zou kunnen. SBI is een beetje op dezelfde lees geschoeid als het CNV, zou je haast zeggen. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Wij ontwikkelen. We hebben vandaag ons lustrum. Samenwerking, bezinning en inspiratie is een organisatie die... Nou, noem het maar, Campus Landgoed Zonheuvel geworden is, enorm gegroeid is, verbreed is. Hoe kijk jij naar het SBI vanuit jouw rol als voorzitter CNV? Om te beginnen, de roots vanuit het verleden komen heel veel bij elkaar. Hè? Het landgoed, het Slotenmaker-Bruïne-instituut, wat ze vroeger heette, deelde heel veel.
En het gedachtegoed delen we heel erg met elkaar. Kijk, en als ik op dit moment kijk naar het SBI, en dat is ook de toegevoegde waarde die ik vanuit het CNV toedicht, is van het zorgt ervoor dat medezeggenschap een belangrijke rol heeft. Maar het zorgt er ook voor dat de stem van werkenden wordt gehoord. Maar niet alleen maar vanuit het klassieke het bedienen van ondernemingsraden, een belangrijk medezeggenschap. Maar wat ik wel sterk vind van het SBI op dit moment is dat ze zich ook verbreden tot maatschappelijke thema's, tot bezinning. Wat betekent het nu voor instituties, wat betekent het voor mensen? Dus ik zie wel een mooie beweging bij het SBI. En het blijft altijd een uitdaging, dat geldt voor het CNV en dat geldt voor het SBI. Hoe zorg je ervoor dat mensen meer tot hun recht komen, dat de stem van de mensen wordt gehoord en dat... Ja, dat vanuit die bezinning, die tweede letter van jullie, ja, dat je daar mensen verder kunt brengen. En dat je dat doet vanuit een waardegedreven mentaliteit. Ja, juist omdat het zo belangrijk is dat die mens centraal staat in de samenleving, in organisaties, zou je haast zeggen die eerste S van samenwerken, dat zouden partijen, organisaties zoals CNV, SBI, maar ook FNV, ook werkgevers, ook veel meer moeten doen. En dan hebben we hier natuurlijk een prachtige plek om dat te doen. Hè? Ik bedoel, dat landgoed, dat is natuurlijk niet niks. Dat kan ik met enige trots zeggen. Ik kom hier graag en ik kom hier veel. En het is inderdaad een fantastisch landgoed. Wij hebben vanuit het CNV vakmensen regelmatig bijeenkomsten. Precies. Met bestuurders. Ja. En wij komen graag bij het SBI, houden hier regelmatig bijeenkomsten. Worden ook daarin goed gefaciliteerd. Dus we zijn niet alleen een goede klant, maar we hebben meer dan alleen een klantrelatie. Piet, jij bent volgende week niet aanwezig. Volgende week is nu voor de kijkers. Ja. Want je zit bij de commissie Borstlab. Die heeft één fout gemaakt. Die heeft de bijeenkomst op dezelfde dag gepland dan de belangrijke SBI-bijeenkomst. Jij spreekt daar. Wat is voor jou de kern van de commissie Borstlab waar jij zegt van nou daar gaat het CNV nou mee verder? En dat is de vraag om de kern. Dan zal ik meteen de vraag achter de kern stellen waar je zegt nou ja, daar rafelt het, daar zit het nog niet lekker. Nou, het mooie van de commissie Borstlab, dat rapport heb ik nog op dit moment nog niet, maar de belangrijkste trigger van Borstlab is hij zegt van joh, wij zijn doorgeschoten op de arbeidsmarkt. Uh-huh. En ik probeer vanuit mijn rapport te komen tot een gelijk speelveld. En dat is iets wat mij erg triggert. Want ik denk dat dat ook het antwoord is van zorg ervoor dat er meer een gelijk speelveld komt. En dat we niet vanuit die oneerlijkheid de zaak benaderen. Borstlab geeft dus ook kansen om antwoorden te geven als het gaat over wat is nu vast, wat is nu flex. Wat is zelfstandig ondernemerschap, schijnzelfstandigheid. Is dat nou prijsbepaald? Of is dat contractueel bepaald? Uh-huh. En hoe kun je ervoor komen dat we die eerlijkheid organiseren, dat gelijke speelveld? Maar de risico's van Borstlab zitten, is dat we naar een stelsel toe gaan waarbij we het wel gelijk trekken voor iedereen. Maar waarbij vervolgens iedereen weer moet bijverzekeren in allemaal constructies. En dat dat dan alleen weer kan door mensen die dat zich kunnen veroorloven. Uh-huh. Dus het heeft ook een beetje te maken met op welk niveau ga je dat speelveld gelijk trekken. En ik ben er erg voor dat we dat wel op een niveau doen wat past bij dit land, dat ook iedereen de kans krijgt om dat niveau te realiseren. Uh-huh. En dat dat niet een niveau wordt van bij wijze van spreken de bijstand en iedereen spijkert maar bij naar gelang die nodig heeft. En wie gaat dit met applaus ontvangen, dit rapport, denk je? Werkgevers of werknemers? Ik hoop van ganser harte dat zowel werkgevers als werknemers en de politiek het rapport omarmen en met name de analyse. Want daar begint het mee. Mm-hmm. Als wij met elkaar de analyse delen dat de arbeidsmarkt op dit moment niet eerlijk is en dat daar wat moet gebeuren en dat het speelveld meer wordt gelijk getrokken, dan hebben we al wat mij betreft heel veel winst te pakken. Want dan delen we de analyse. Het zou mij wat waard zijn dat al die stakeholders of de politiek of de werkgevers of de vakbeweging het rapport niet meteen de prullenbak in praten, maar het zien als een kans om dingen fundamenteel te gaan veranderen.